hier bij Wienerniek. Vandaag gaan we het hebben over een wijngadget en misschien ook wel gelijk je ideale vaderdagscadeau. Het heet de Aircork. Tijd om hem open te maken, tijd om hem te testen. Nou, hier zie je het apparaatje. Extra stopje. En een soort transporthoesje. Oké, deze gaat aan de kant. Wat is het? Een pompje met een rubber buisje en een latex soort ballonnetje. Die pomp je op in de fles en dat gaan we zomaar eens proberen. Er zit een extra dopje bij en een transporthoesje. Nou, misschien hebben jullie wel eens Shark Tank gezien. Shark Tank, daar is dit voor het eerst gepitcht in Amerika. Het is door een Amerikaan gemaakt. In plaats van iets weg te nemen, kan je het ook als het ware wegdrukken. Niks ertussen laten. Nou, dat doet dit. Laten we het maar eens gaan testen. Nou ja, heel makkelijk. Je hangt het ballonnetje in de fles, totdat hij als het ware net halverwege het ballonnetje in de wijn zit. En dan gaan we hem heel langzaam oppompen. Dat is ook de eerste keer dat ik dit doe. Nou, ze zeiden ongeveer 2-3 centimeter moet het contact zijn met het glas en het ballonnetje. Nou, dat is nu zo. Je ziet dan ook, als je hem omdraait, dan moet er dus nauwelijks wijn uitkomen. Kijk. En je ziet dan ook nergens bovenin de fles meer zuurstof zitten. Er zit geen lucht meer tussen. Hij is dus luchtdicht afgesloten. Volgens mij is het super interessant om zoiets thuis te hebben. Het is simpelweg op het knopje drukken. En hij loopt weer leeg. Ik denk dat het een heel leuk vaderdagscadeautje is. Ik denk dat het een hele slimme oplossing is. Ik heb ook niet altijd zin om de hele fles op te drinken. En zeker als het de tweede is. Ik heb ook wel eens zin om 's avonds gewoon één heel mooi glas te drinken. Dit is voor de vaders die nog gewoon een lekkere glas wijn kunnen drinken. En waar moeders dan niet meer zegt, ja, maar je gaat die fles toch niet opdrinken. Dat maakt niet uit, want je zet hem weg en je drinkt morgen weer een mooi glas. Dus een te gekke oplossing. En het fijne is, of hier nou een glas eruit is of 4 glazen eruit is, zelfs voor je laatste glas kan het nog. Dus het maakt niet uit hoeveel je uit een fles gedronken hebt, het werkt. En dat vind ik super tof. €29,95 kost het. En in de bijlage van de video zet ik alle informatie waar je het kan kopen, waar de webshop is en dergelijke. Bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Have fun. Geniet. Tot Wienerniek.